President Chandrika Prasad Santokhi is gestart met hoorzittingen met maatschappelijke organisaties. Gisteren zijn er gesprekken gevoerd met de Confederatie van Organisaties van Landsdienaren de Kool en met Milando Atompay, Raoul Hellings en Sergio Gentel van de Surinaamse Politiebond. Minister Albert Ramdien haalde vandaag tijdens de persconferentie aan dat de gesprekken in het weekend worden voortgezet met andere groepen en organisaties. De gesprekken zullen worden uitgevoerd door een commissie waarin 7 ministers zitting hebben. En we hebben reeds gesprekken gehad met prominenten uit het bedrijfsleven, alvast informeel. Zij gaan nog formeel morgenavond bijeenkomen met ons. En ook met de vakbeweging, met name C47. Daar is een uitwisseling geweest met beide groepen van wat er speelt en wat hun visie is. Daarnaast morgen zaterdag zullen we gesprekken voeren en die uitnodigingen gaan de deur uit. Zo niet zijn ze reeds de deur uit. DA91 die heeft gevraagd om een gesprek. De interreligieuze raad in Suriname. RAVAXUR als vakbeweging, als collectief. VSB ASFA en de samenwerkende bedrijfslevenorganisaties. En we zullen ook specifiek een gesprek hebben met het managementcollectief van SWM, omdat daar ook een aantal zaken spelen. Anderen staan op de lijst voor zondag en we gaan door tot we zeg maar alle functionele groeperingen hebben gehoord. En dan zal daaruit een rapportage worden gepleegd en worden aangeboden aan de president voor verder overleg en actie. Deze gesprekken zullen de vorm hebben van de communicatie tussen de regering voordat zij aantrad met de verschillende maatschappelijke groepen in de periode juni tot juli 2020.